Dankjewel, Bart. En ik zie een heleboel bekende namen in de lijst namen die ik hier links in het scherm zie. Dus voor wie ons al een tijdje volgt, dan weet je waarschijnlijk dat we in Amsterdam al nou, meer dan 1,5 jaar allerlei experimenten doen, waarin we toepassingen met IRMA onderzoeken samen met de inwoners van Amsterdam. Alleen tot op heden was dat altijd ofwel met een prototype van IRMA, ofwel met de werkende app, maar dan in een afgeschermde omgeving of op een gebruikersevent waarbij we mensen uitnodigden, maar wat nooit langer duurde dan een dag. Vandaag staan we aan de vooravond van een pilot inloggen met IRMA op Mijn Amsterdam. En ondanks het woord pilot gaat het hier om een daadwerkelijke implementatie met IRMA gedurende een afgebakende periode in de productieomgeving van de infrastructuur van Amsterdam. Kortom, dat wordt een majeure stap voor ons. Nou, wat wordt daarvoor de toegevoegde waarde voor inwoners? Je ziet het al rechts. Op het moment dat inwoners met IRMA inloggen op Mijn Amsterdam, dan kunnen zij daar de meldingen die zij doen over dingen die ze in de openbare ruimte tegenkomen, terugzien. Ik ga zo meteen laten zien hoe dat gaat. Maar als je zo'n pilot gaat doen in de productieomgeving, dan betekent dat dat in feite alle inwoners van je gemeente op enig moment IRMA kunnen tegenkomen. En dus kwam met deze pilot ook een vraag naar boven, dat we moesten zorgen dat alle inwoners die vragen krijgen als van IRMA, wat is dat dan en wat kan ik ermee en waarom heb ik het nodig, dat we ook zorgen dat vragen van die inwoners beantwoord kunnen worden. Ja. Maar dan begin ik bij het doen van meldingen. Want in Amsterdam zal dat niet anders zijn dan de gemeente waar je zelf woont. Er zijn allerlei apps waarmee je een melding kunt doen van scheve lantaarnpalen, fietswrakken en losliggende stoeptegels, die ik vanmiddag ook al hoorde. En de manier waarop die apps werken is voor het doen van een melding redelijk vergelijkbaar. Maar daar waar het gaat om de terugkoppeling die je als inwoner krijgt over de melding die je gedaan hebt, daar verschillen ze nogal. Vanzelfsprekend biedt Amsterdam zelf ook een manier om zo'n melding te doen. En dat kan op amsterdam.nl/meldingen. En dat begint in de eerste stap vanzelfsprekend met het melden wat er aan de hand is en op welke locatie. Een belangrijk uitgangspunt voor de gemeente daarbij is dat je zo'n melding anoniem kunt doen. Want dat kan ook gaan over overlast die je van een buurman of van een café waarboven je woont ervaart. Dus anonimiteit is belangrijk. In de tweede stap van de melding en de derde stap, ze komen hier allebei al in beeld, zijn er daarom twee optionele mogelijkheden voor inwoners om iets extra's op te geven bij zo'n melding. Die eerste hier bij nummertje 2, daar vragen we mensen of ze eventueel hun telefoonnummer willen achterlaten als ze het goed vinden als de gemeente met hen contact opneemt als we iets nog niet helemaal begrijpen met betrekking tot de melding. Maar hoeft dus niet ingevuld. En de derde stap, en die wordt belangrijk in onze pilot. Als mensen hun melding willen volgen en dus op de hoogte willen blijven van het oplossen ervan, dan vragen we mensen hier om hun e-mailadres in te vullen. Maar dat is optioneel. Nou, inmiddels weten we dat op jaarbasis alle Amsterdammers met elkaar zo'n 200.000 meldingen doen en dat ongeveer 50% van de mensen ook daadwerkelijk hun e-mailadres achterlaat om op de hoogte gehouden te kunnen worden. Nou, en als je dat dan doet, dan krijg je als inwoner in eerste instantie een bevestigings-e-mailbericht, hè, waarschijnlijk ook niet onbekend. En daar begint eigenlijk de nieuwe klantreis voor de mensen die in onze pilot mee gaan doen. Want in dat bevestigings-e-mailbericht leggen we mensen uit dat Amsterdam een pilot doet met een nieuw inlogmiddel, IRMA. En dat als mensen dat willen, ze hun melding kunnen volgen door met IRMA in te loggen op Mijn Amsterdam. Nou, en hoe ziet dat er dan uit? Ja, dankjewel. Nou, wat je hier ziet is de nog in ontwikkeling zijnde, maar voor de pilot broodnodige inlogpagina van Mijn Amsterdam, waar we de inloggen met IRMA-knop een knus plekje hebben gegeven tussen DigiD en e-herkenning. En net als bij DigiD en e-herkenning hebben we onder de grote knop ook een link opgenomen voor mensen die eerst eens wat meer willen weten over IRMA. Daar zal Mike zo meteen wat dieper op ingaan. Nou, de deelnemers die mee willen doen, die kunnen daar inloggen met IRMA. En dan zien zij, als ze op die knop drukken, de welbekende QR-code. En op hun telefoon, als ze die QR-code scannen, wordt hen in IRMA gevraagd
of ze hun BSN willen delen, of ze hun e-mailadres willen delen en of ze dat willen delen met irma.amsterdam.nl. Nou, een aantal dilemma's die hier bij ons speelden. Dat BSN, want het liefst hadden we natuurlijk een pilot gedaan waarin niet meteen zo'n heel zwaar middel als BSN nodig was. Alleen omdat mensen die melding volgen op Mijn Amsterdam, wil je Mijn Amsterdam tonen met alle andere gegevens die mensen daar normaal ook zien. En zonder BSN is dat niet mogelijk, omdat er alle gegevens getoond worden die de gemeente in de verschillende systemen van iemand heeft vastgelegd. En alleen met BSN kun je dat tonen. Nou, het e-mailadres wat we mensen hier vragen, dat is vanzelfsprekend het e-mailadres wat nodig is om ook die meldingen daadwerkelijk te kunnen tonen op Mijn Amsterdam. En daarbij zullen we mensen ook wel duidelijk moeten maken dat dat hetzelfde e-mailadres moet zijn als wat ze ook hebben opgegeven toen ze de melding deden. Anders heb je alsnog natuurlijk een mismatch en kunnen we de melding niet tonen. Tot slot nog even iets over dat eerste zinnetje die ik net ook al in een aantal presentaties van anderen zag langskomen. Dat is eigenlijk de plek waar je mensen vraagt of ze toestemming geven om die onderstaande gegevens met, in dit geval, irma.amsterdam.nl te delen. Nou, in eerste instantie hadden we daar natuurlijk het liefst het woordje gemeente Amsterdam in vette tekst willen hebben. Nou, Ivar heeft ons goed uit kunnen leggen waarom dat op dit moment nog niet kan of in ontwikkeling is, maar binnenkort gaat kunnen. In de pilot gaan we het doen met irma.amsterdam.nl. Eigenlijk zou je er vooral een naam van de Irma-server willen tonen, die mensen ook kunnen controleren met de URL die op de inlogpagina, hè, dus de pagina die je hier links ziet, getoond wordt. Nou, het kan vanzelfsprekend geen mijn.amsterdam.nl zijn. Plus dat de Irma-server die achter deze toepassing schuil gaat voor meerdere websites ingezet kan worden. Dus uiteindelijk hebben we in Amsterdam gekozen voor irma.amsterdam.nl als zijnde de partij met wie je dan je gegevens deelt. Als ik als inwoner hier op ja klik en ik dus daadwerkelijk mijn gegevens deel, dan kom ik binnen in Mijn Amsterdam. Als ik recent een melding gedaan heb, dan zie ik die links direct onder actueel. En een aanvullend idee wat we hebben is om niet alleen hier de meldingtekst te tonen zoals je die zelf hebt opgegeven, maar ook direct ook hier de status van je melding te laten zien. Eventuele historische meldingen tot een jaar terug kun je ook onder mijn thema's via meldingen overlast bekijken. En dan nog even, hoe ziet dan zo'n melding eruit tot slot? Want daar is het uiteindelijk natuurlijk, daar zit de toegevoegde waarde voor de inwoners waarvoor we dit doen. Hier een voorbeeldmelding van iemand die grofvuil heeft geconstateerd. En onderaan die melding zie je in de vorm van wat wij het statustreintje noemen, dat deze melding is gemeld. Nog niet is ingepland en nog niet is afgehandeld. Tot zover het stukje over de meldingen. Dan geef ik nu het stokje over aan Mike en die neemt jullie mee in de hoe we omgaan met mogelijke vragen van inwoners. Moet ik Mike presentator maken of gaat het zo? Dat is hij al als het goed is. Dat ben ik al. Dus als je mij hoort, dan gaat het allemaal goed. Ja? Ja. Oké. Okay. Nou, zoals Ineke al aangaf, de reis begint eigenlijk bij het inlogscherm. Dus ik log even uit vanuit het scherm waar ik net kwam. Dus de gebruikers komen wellicht voor het eerst, als ze het niet al goed hebben gelezen in de bevestigingsmail, in aanraking met Irma op de inlogpagina van Mijn Amsterdam. Nou, en zoals Ineke al aangaf, hebben we dus een link toegevoegd. En als je op die link klikt, dan ga je naar een pagina die op dit moment al live staat. Irma, een nieuwe manier van inloggen. Op die pagina leggen we eigenlijk uit aan de inwoners van wat Irma is, waar je het kunt downloaden en ook wat de verschillen zijn met de DigiD. Nou, en voor mensen die dit lezen en denken van, nou, ik weet het nog niet zozeer, hè, of wat is Irma eigenlijk, hebben we ook zelfs een proeftuin gemaakt met allerlei demo's. Dus dat is deze pagina, dat is de website id.amsterdam.nl. En op deze proeftuin hebben we 5 verschillende demo's. Dat hebben we eigenlijk gedaan omdat we hebben gemerkt tijdens alle gebruikerstesten dat het eigenlijk goed helpt om de gebruikers door herhaling kennis te laten maken met Irma. Door steeds iets een ander gegeven vrij te geven, merken we dat mensen steeds beter beseffen dat ze minder data delen kunnen om iets te kunnen doen met de gemeente. Nou, en vanuit deze demo-site kun je natuurlijk weer terug naar de pagina
die ik net gaf. En waar we eigenlijk mee zaten ook, en wat we eigenlijk al vorig jaar al heel erg geprobeerd hebben, van hoe kunnen we nou uitleggen aan de inwoners wat IRMA is. We hebben dat bij het ontwerp van de IRMA-app hebben we dat geprobeerd, door dat allemaal in de onboarding flow op te nemen of in helpteksten, maar we merkten ook dat heel veel mensen die teksten niet lazen, of als ze het al lazen, dat ze het niet allemaal geloofden. Onze droom was eigenlijk van, laten we een goede animatie maken. En die animatie die is er gewoon nog niet. We hebben gezien dat heel veel van jullie, die ook vandaag aanwezig zijn, goede uitleg probeert te geven aan gebruikers in de vorm van teksten of afbeeldingen. Maar ook zelfs animaties, zoals we laatst met de IVO zagen, maar een animatie die echt eenvoudig uitlegt wat IRMA is, die is er nog niet. Tot vandaag. Nou, en in ons team hebben we ook een goede frontender aan boord, Tom Jonkman, en die heeft in het verleden ook heel veel animaties gebouwd. Dus nou, zo hebben we hem gevraagd van, kun jij dan de animatie bouwen die wij voor ogen hebben? Nou, en die wil ik nu graag laten zien. Ik ga het even proberen of het gaat lukken via deze presentatie, maar als het niet goed doorkomt, dan zal ik de link delen in de chat. En dan kan iedereen het voor zichzelf even bekijken. Jouw gegevens zijn geld waard. Je persoonlijke gegevens worden daarom vaak verzameld. Dit is Verleden Tijd met IRMA. IRMA is een app waarmee je bewijst wie je bent, zonder dat je te veel over jezelf deelt. Als je bijvoorbeeld een kratje bier wil halen bij de plaatselijke slijter, dan moet je als jongere je ID laten zien. Daar staan ook gegevens op die je misschien niet wil laten zien, of die helemaal niet nodig zijn. IRMA lost dit op. Je deelt namelijk alleen dat je ouder dan 18 bent. Ook in andere situaties deel je alleen de gegevens die nodig zijn. Om te stemmen voor een nieuwe speeltuin in je buurt, deel je alleen je postcode. Om in te loggen, deel je alleen je e-mailadres. Als je een auto huurt, deel je alleen dat je een rijbewijs hebt. Dan hoef je geen kopie van je rijbewijs meer achter te laten. Zo bepaal jij wie wat van je weet. Hoe werkt dat? Je downloadt de IRMA-app en voegt kaartjes toe met bijvoorbeeld je naam, je leeftijd of je adres. Alle kaartjes komen van officiële instanties, zoals de Rijksoverheid of je gemeente. Met de IRMA-app deel je persoonlijke gegevens met organisaties. Je ziet altijd wat een organisatie van je wil weten. En jij bepaalt of je deze gegevens deelt. Met IRMA bewijs je wie je bent en bescherm je je privacy. Niemand kijkt mee, ook IRMA niet. Wel zo veilig. Doe mee, download de IRMA-app en ervaar hoe makkelijk het is om veilig jezelf te zijn. Nou, zoals jullie zien heeft FDDM deze animatie al beschikbaar gesteld op hun eigen YouTube kanaal, dus wellicht heeft een aantal van jullie deze al zelf gevonden. Nou, super bedankt dat kan, en bij ons is ook de uitnodiging aan iedereen van nou, probeer deze animatie waar mogelijk ook te delen met je eigen gebruikers. Integreer hem in je website en we zullen de link ook met jullie delen. Dat kun je doen door de QR-code die hier getoond wordt te scannen. En dan krijg je vanzelf de animatie te zien op jouw telefoon of op je device, wat je wil. Ik zal de link straks ook in de chat met jullie delen. En daarnaast hebben we ook een QR-code om zelf de demo-site die ik net getoond heb te ervaren. Dus daarmee kan je ook als niet-Amsterdammer kun je toch een aantal scenario's doorlopen. Want we hebben ook voorzien dat mensen buiten Amsterdam met IRMA deze site bezoeken. En dan krijg je specifieke content die dan voor jou als niet-Amsterdammer getoond wordt. Nou, dit was ons verhaal. Dus dank voor jullie aandacht en dan horen we graag de vragen. Ja, dankjewel Mike en Ineke. Ik zie op in de chat dat het regent al complimenten voor het filmpje. Veilig jezelf zijn, geweldige kreet. Wie heeft er een vraag? Afgezien van wat er in de chat al te zien is. Wie wil er naar voren komen?
Maar misschien kunnen jullie, waren er dingen uit de chat? Ja, Koen, natuurlijk. Koen wil vast een koppeling met de Irma Meet. Nou, dat lijkt me leuk. Zet vooral ook de link naar Irma Meet op de demo-website. Dan kunnen mensen zelf een video starten. Nee, mijn vraag is, gaat de gemeente Amsterdam nu, net zoals de gemeente Nijmegen, ook de BSN-kaartjes uitdelen? Zal ik hem beantwoorden, Mike? Of? Ja. Ja, ik weet dat die nog steeds in de lucht hangt, maar dat is in het kader van deze pilot niet, niet ons doel. Inwoners die mee willen doen, gaan hun BSN nog steeds ophalen via de bestaande servers die de gemeente Nijmegen aanbiedt. Nou, ik vraag het omdat ik denk dat het voor heel veel mensen zou helpen om het ook bij de gemeente Amsterdam aan te kunnen vragen. Omdat ja, dat minder... heeft ook nadelen, ja. Koen, want er komen er andere handtekeningen op te staan, ja, van een andere zeker gemeente. Dat wil je niet. Je wil eigenlijk dat er landelijk één handtekening op staat. Maar het is zeker een wens om de uitgifte naar een hoger niveau te tillen dan één enkele gemeente die dat, ja, die dat doet. Precies, maar dan hebben we het in ieder geval weer genoemd. Ja, ja, maar het is onze wens ook, omdat we toch in heel veel gebruikstesten steeds terugkrijgen dat mensen toch, ondanks dat er een tekst verschijnt, dat mensen heel erg verrast raken door de gemeente Nijmegen. Dat dat toch iets doet met het vertrouwen in de manier van inwoners. Dat is in dit geval natuurlijk heel cruciaal. Ja, je moet een landelijke oplossing voorkomen waarin bijvoorbeeld VNG of BZK een rol zou gaan spelen. Dus bij deze nog wel weer een oproep naar die gremia om hier inderdaad aan mee te werken. Andere vragen? Niemand? Ja, Arthur Noblijt, even een vraag. Arthur nog een keer. Goed, Arthur, zeg het eens. Ja, bij de... Goed in de microfoon krijg. Bij het aanmaken van de IRMA, wijzen jullie er ook op het apart aanmaken van het e-mailadres? Want is dat hetzelfde e-mailadres waarbij je dan ook verplicht moet melden bij de gemeente? Ik weet niet of je vraag helemaal goed begrijpt, maar... Als iemand een melding doet, dan heb je daar de keuze om je e-mailadres achter te laten. Stel even, dat is mijn e-mailadres A. Op het moment dat ik op een later moment die melding wil volgen op mijn Amsterdam, dan zal ik bij het mezelf bekendmaken met Irma. Stel dat ik meerdere e-mailadressen in mijn Irma-wallet heb zitten, ook datzelfde e-mailadres A moeten delen om mijn meldingen op mijn Amsterdam terug te kunnen zien. En dat moeten we aan mensen goed uitleggen. Ja, en maak dan bij jullie inlogprocedure ook duidelijk het e-mailkaartje de onderdeel uit van jullie aanmeldprocedure? Ja, vanzelfsprekend. Ja, oké. Okay. Ja, dat was even een... Dankjewel. Oké. Okay. Ja. Oké, geen laatste andere vragen? Dan dank ik Ineke en Mike heel hartelijk voor jullie presentatie en jullie geweldige bijdrage. En keep up the good.